kijker van het kanaal van Jeff Movies. Mijn naam is Jeffrey en je kijkt naar Jeff. Wacht, dat heb ik net ook al gezegd. Waarschijnlijk hebben jullie dus al gezien dat dit een randers rare video is. En dat heeft ermee te maken vanwege de belichting. Want ik heb hier namelijk een ledlamp staan. En als ik die uitzet, dan is het... Dan is het donker. En misschien vraag ik, ik hoor je trouwens al gewoon denken van... Goh, Jeffrey, waarom heb je die verlichting zo graag gedaan? Nou, dat hebben we namelijk mee te maken. Ik heb namelijk een nieuwe setup op mijn camera. En dat is namelijk dat er een ledlamp bovenop staat. De microfoon had ik natuurlijk al. En ik heb nu heel veel onderdelen voor mijn camera om, zeg maar, betere kwaliteit video's te maken. En ik hoor de buurman nu van de trap afkomen. En die gaan natuurlijk denken van, goh, hey, wat is die nou weer aan het doen? Nou, YouTube-filmpjes maken. Nee, ik doe dus een Urbex. En een Urbex is technisch gezien een verlaten gebouw bezoeken die leeg staat of waar niks meer mee gedaan wordt. Nu is het heel leuk, want bij mij in de wijk staat namelijk een verlaten school. En ja, je kan hem al aankomen voelen natuurlijk vanwege de intro. Ik ben binnen geweest in de nacht. Oké, maar we kwamen op het punt dat het ineens creepy werd. Wij hadden foto's gemaakt in de aula. En die foto's zijn jammer genoeg mislukt, omdat het donker is. Nee, er bestaat namelijk zoiets als lange sluitertijd fotografie. En de technische zin wat je doet is namelijk je camera, de spiegel van je spiegelreflexcamera blijft namelijk heel lang openstaan. Waardoor er meer licht naar binnen kan komen in de camera. En bijvoorbeeld als je hem op 2 minuten zet, probeert hij binnen 2 minuten zoveel mogelijk licht op te pakken. En zo kan je toch nog in de nacht nog steeds een foto maken. Nee, maar we waren namelijk op het punt dat we de aula hadden gedaan. En wij staan zeg maar binnen en we horen een busje aankomen rijden. Busje stopt recht voor de deur van het gebouw. Hoe kan je het ook serieus uitkiemen? Nee, maar het busje stopte dus recht voor het gebouw en de deuren gingen open en je hoorde 2 mensen praten. En we hadden ook echt zoiets van, oké, we zijn gezien, er is geweld, ze komen binnen. En met name was er was maar 1 uitgang van het hele gebouw. Ja, ik weet het. We kwamen er namelijk achter dat het busje niks te maken had met beveiliging. Het was gewoon een paar 2 jonge gasten die gewoon met busje toevallig voor de deur stopten en toevallig daar echt gewoon recht voor de deur gingen. Aan potje ouwe, weet ik hoe ik het moet noemen. En natuurlijk, aan alles komt een einde en ze ook de nacht in de verlaten school. En ik vond het echt een ontzettend gave ontdekking. Dus ik zou zeggen, check natuurlijk gewoon volgende week woensdag om 4:30 een nieuwe video op dit kanaal. Ik zou zeggen, ik check jullie bij de volgende video. Later.